Met één enkele sluwe transactie werd VVD-partijvoorzitter Henry Keizer multimiljonair. Ver onder de werkelijke waarde kocht hij als adviseur de succesvolle beheersmaatschappij De Facultatieve van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Volgens de journalisten van de website Follow the Money is de vereniging en haar leden voor tientallen miljoenen euro's benadeeld. Pieter Lakenman is oprichter en voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie. Deze stichting bevordert dat het bedrijfsleven deugdelijke en correcte financiële informatie geeft. Inmiddels heeft Lakenman zich in de lucratieve aankoop van Henry Keizer zijn crematoriumbedrijf vastgebeten. Ook andere VVD-prominenten, zoals Loek Hermans, zouden een bedenkelijke rol spelen bij de transactie. Volgens Lakenman heeft Henry Keizer de wet overtreden. Meneer Lakenman, hartelijk welkom. De integriteitscommissie die heeft u natuurlijk uitgenodigd als expert, neem ik aan. Nee, nog niet. Ik verwacht ook overigens geen uitnodiging van die commissie. Maar u bent toch degene die die jaarstukken doorspit en gewoon van de hoed en de rand weet. Jawel, maar het gaat natuurlijk niet om algemene integriteit. Het gaat om de integriteit volgens VVD-normen. En dat is natuurlijk niet automatisch hetzelfde. En die integriteit kan het beste worden gemeten door de VVD'ers zelf. Ja, dus het is niet de maatschappij, het is eigenlijk de VVD die in het spotlicht staat. Ja, inderdaad. En ik ben er wel van overtuigd dat alle leden van de commissie dat VVD-leden zullen zijn. Dus de slager keurt eigen vlees? Want de cijfers spreken boekdeelden. Ja, nou ja, de slager keurt eigen vlees. Ik vind het zelf niet zo gek hoor, dat een VVD'er die dus intern ook natuurlijk bekritiseerd wordt, dat die volgens eigen VVD-normen op integriteit wordt getoetst. En ja, de cijfers die spreken boekdelen inderdaad, die zijn zo klip en klaar als men zijn kan. Een onderneming die dus elk jaar al een paar miljoen winst maakte na belasting, die dan plotseling voor 15.000 of voor 30.000 euro wordt verkocht aan het management. Ja, dat is te dol voor woorden. De benadeelden, want er moeten altijd benadeelden eigenlijk zijn. Waarom hebben die niet al geprotesteerd? De vereniging zelf is benadeeld. Dat staat volgens mij vast. De vereniging is benadeeld, maar het is nog niet helemaal vaststaand of de leden wel individueel zijn benadeeld. En de vereniging die zal dus het geld moeten terugvorderen van Keizer en zijn kompanen. Ja, dus dat is moeilijk zolang Keizer daar nog invloed heeft in die vereniging. Dan zal dat niet gebeuren, denk ik. Vindt u het niet heel bijzonder dat een publiek figuur zoals Keizer eigenlijk blijft zitten? Hij is nu tijdelijk afgetreden, vooral niet dus helemaal. Hoe kan het dat dit soort mensen gewoon vasthoudt aan hun positie en zeggen van er is niks aan de hand? Ik ben geen psycholoog of psychiater. Moet nee, maar je eerlijk moet dat zeggen. Vaker tegenkomen. Ja, kijk, de mens, hij heeft natuurlijk een fors aantal miljoenen in zijn zak gestoken. En dat kan me voorstellen dat dat vervelend is om die terug te moeten geven. Dat doen natuurlijk mensen niet zo graag. Dat kan me op zich wel voorstellen. Maar het is wel, denk ik, een beoordelingsfout. Hè? Hij heeft dus eerst de zaak goed beoordeeld, althans technisch goed beoordeeld in die zin. Dat hij dacht, nou deze deal kan ik wel door de strot van de vereniging duwen. Ja. Heeft hij goed gezien. Ja. Maar nu ziet hij dus niet goed, denk ik, dat hij zijn positie onhoudbaar maakt door niet direct toe te geven. Hij probeert, koste wat kost, tegen alle stroom in zijn positie, maar dus niet alleen zijn positie, maar ook zijn geld natuurlijk, in handen te houden. Ja. U bent in de cijfers gedoken. Kunt u ons uitleggen op een eenvoudige manier hoe dat tot stand is gekomen? Die waanzinnige deal voor 30.000 euro een miljoenenbedrijf kopen. Dat is natuurlijk niet iets wat dagelijks gebeurt. Nee. Kijk, meneer Keizer en zijn drie medebestuurders die hebben op 20 december een vennootschap opgericht. Dat heet de groep, de facultatieve. En die vennootschap, waar ze dus met z'n vieren alle aandelen van hadden, die kocht voor 30.000 euro de onderneming, de bestaande onderneming, die heette Beheersmaatschappij, die kochten ze van de Koninklijke Vereniging. En het is een heel bizar dat die Koninklijke Vereniging dat heeft gedaan. Dat hij dus voor 30.000 euro
een bedrijf van de hand heeft gedaan wat zo 2-3 miljoen per jaar winst maakte. Dat maar is, niemand protesteerde ook. Het draait natuurlijk om twee zaken. Of de bestuurderen zeg maar nog ja, geestelijk gezond waren op het moment. Ja, ja, ja. Dat is niet helemaal altijd het geval. Dan begin je wel aan te twijfelen dan als het om zoveel miljoenen gaat. Het lijkt er wel op alsof ze daar vage of onjuiste informatie hebben verschaft. Dat is een redelijk vermoeden, lijkt me. Hè? Maar je weet het niet. Het zou kunnen, nogmaals, een theoretische mogelijkheid kunnen zijn, dat die bestuursleden omgekocht zijn door meneer Keizer. Ik zeg niet dat het zo is, hoor, maar even een theoretische mogelijkheid. Want het is natuurlijk heel bizar dat die bestuursleden hiermee akkoord zijn gegaan, ja. En zijn er ook bekende mensen in dat bestuur, als bestuursleden? Nou, ook prominente figuren? Dat heb ik eerlijk gezegd nog niet nagaan. Ik heb me voorlopig eventjes op de jaarrekeningen gericht. En dus dat mijn onderzoek gaat nu wel verder, inderdaad. En ik ga me dus nu ook wel richten op het onderzoek van de bestuursleden. En ook hoe die deal tot stand is gekomen. En nou, hoe het financiële plaatje is duidelijk. Er is gewoon voor 30.000 euro een miljoenenbedrijf verkocht door de vereniging. En gekocht door Keizer en zijn 3 medebestuursleden. Ja, meneer Keizer heeft toch heel netjes het laten onderzoeken door een gerenommeerd accountantskantoor. En die heeft de goedkeuring eraan gegeven. Wat is daar dan mis mee? Nou, de zaak is verkocht op 20 december 2012. Ja. En de accountant die heeft de jaarrekeningen goedgekeurd op in juni 2013. En die moest dus gladstrijken dat die onderneming dus voor een appel en ei was overgegaan. Gladstrijken? Nou ja, dat is dus gebeurd door die jaarrekening. Het eigen vermogen van de jaarrekening werd gewoon werd bijna 20 miljoen gewoon van afgetrokken. Ja, dat was het dan. Dus, als u registeraccountant was en u zag dat, wat had u dan gedaan? Nou, dan zou ik dat hebben gemeld aan het meldpunt wat de overheid dus heeft voor verdachte transacties. Dat moet dus. Elke accountant die een verdachte transactie ziet, dus bij zijn controlecliënt, die moet dat melden aan een overheidsinstantie. En dat is nu niet gebeurd. En ja, dat is natuurlijk een grote fout van de accountant. Dat was ook, nu is dat Ernst & Young, maar een paar weken geleden was PricewaterhouseCoopers dat in een andere zaak. Dat zal ook wel vaker gebeuren natuurlijk. Kijk, ja, je hoort er vaker over dat er handtekeningen worden gezet en het klopt absoluut niet. Ja, maar kijk, nou kom ik even op een heel algemeen punt wat dit een beetje overstijgt. Een accountant die treedt officieel op in belang van de vennootschap of de aandeelhouders, maar feitelijk heel vaak alleen maar in het belang van de directie. Want die directie die doet altijd het voorstel om die accountant te benoemen of te ontslaan en de betalingsregelingen enzovoort. Dus die accountant, de zogenaamde onafhankelijke externe accountant, die heeft eigenlijk alleen maar te maken met het management. En die richten zich ook vaak naar die belangen. Dat is zo oud als de weg naar Rome. Maar ja, het is eigenlijk een wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Ja, dat is het natuurlijk, ja zeker. Dat is een heel toepasselijk spreekwoord, zou ik zeggen. Maar goed, u zegt van nou, ik had dat gemeld. Maar spreken we hier over een fout of over een overtreding van de wet? De Nederlandse wet die bepaalt dat een jaarrekening een inzicht moet geven in de grootte en de samenstelling van het vermogen en van het resultaat. Nou, dat was niet het geval. Dat was hier niet het geval. Het werd onder de pet eigenlijk gehaald. Ja, van, ja, het is heel weinig waard, maar het blijkt dus veel meer waard te zijn. Ja, ja, en, is dat fraude? Hoe kun je dat noemen? Het is vermoedelijk niet misdrijf van balansvervalsing, maar we zijn aan het onderzoeken of het misschien het misdrijf van valsheid in geschriften is. Dus een onjuiste jaarrekening op te stellen, daar ben ik nog niet helemaal uit. Dat is nog een onderwerp van een onderzoek. Maar dat die in strijd is met de wet, vaststelt, daar zijn we al zeker van. Nou, heb ik begrepen dat u vandaag gaat u echt iets ondernemen
Kunt u al vertellen wat dat is? Ja, we gaan dus vandaag een tuchtklacht indienen. Oh, okay. Bij de accountantskamer, dat is een afdeling van de rechtbank Zwolle. Ja. En we gaan een tuchtklacht indienen tegen Ernst & Young. Althans tegen die meneer die dat dan namens Ernst & Young heeft. De registeraccount. Ja, de registeraccount. Ja. Ja, ja, ja. Wat denkt u wat de gevolgen daarvan zijn? Ik denk dat deze man toch wel, ja, dat klinkt in de ogen van buitenstaander wat licht, maar een berisping zal dit toch zeker krijgen. En dat is naar accountantsbasis een vrij zware straf. Ja. Nog zwaarder is dus een schorsing, dat wil ik ook niet uitsluiten. Een van die twee zal het wel worden, denk ik. Maar goed, die man is dus dan schuldig, zou ik maar zeggen, een berisping. Ja. Ja. Maar wat betekent dat voor het clubje van Keizer? Dat zou wel een tegenslag zijn voor Keizer, denk ik, zeker. Ja. Want daarmee wordt dus duidelijker dat zij dus ook onrechtmatig zijn geweest. Want die jaring is dus door Keizer en zijn medebestuursleden opgesteld. Hè. Dus als de accountantskamer, de tuchtrechter, concludeert dat de account fout is geweest door die jaarrekening zo op te stellen, of sorry, zo goed te keuren, hè, dan is automatisch eigenlijk staat dus vast dat die jaarrekening ook fout is opgesteld. En dat is door Keizer en zijn kompanen dus gebeurd. Dus voor Keizer zou dat een zware tegenslag zijn, want er zou dus duidelijk zijn dat hij dus zijn enorme superdeal gewoon verborgen heeft gemaakt door een onjuiste jaring op te stellen. Maar dan is de hele integriteitscommissie eigenlijk helemaal niet meer nodig. Nou ja, benadrukken dat het gaat niet om de integriteit in het algemeen, maar het gaat om de integriteit volgens VVD-normen. En die zijn anders. Die zou best heel anders kunnen zijn. Ja. Ja. Dat moet wel natuurlijk in het oog gehouden worden. Wat denkt u zelf? Blijft de heer Keizer zitten? Of zegt Rutte van het is beter dan dat je opstapt? Nou, ik denk volgens niet dat VVD-normen? Dit is een tactische vraag die ook buiten de VVD aan orde zou kunnen komen. Ik denk, ik ben ervan overtuigd dat Keizer dit niet lang meer volhoudt. Die is over een maand wel, binnen een maand is hij wel weg hoor. Daar ben ik wel van overtuigd. Dus dan is er weer een zaak eigenlijk dankzij uw ingrijpen toch boven water gekomen. Nou, in alle bescheidenheid moet ik toch wel zeggen dat Follow the Money hier toch wel de starter is geweest. Ja, die journalisten hebben echt goed werk gedaan. Ja, maar ik heb dus met mijn tuchtklacht denk ik toch wel bijgedragen aan een stevig vervolg van de zaak. We wachten het af. Meneer Lakenman, ik dank u hartelijk voor uw komst. Graag gedaan.